lijken. We hebben zo net hier een briefing gehad. En dat was een briefing dat gaat voor de sponsorloop. Die vindt op zaterdag 26 september plaats. En dat is voor de Hospice Deidensvaart. Ja, dat klopt. De vrienden van Hospice Deidensvaart, wij organiseren een sponsorloop om daarmee geld in te zamelen om de exploitatie van de hospice in Deidensvaart mogelijk te maken. En wij hopen op heel veel deelname. Maar de sponsorloop op zaterdag 26 september, hoe gaat die eruit zien? Zwembad de Kiever, daar mogen wij gebruik van maken. Vanaf de Kiever hebben wij drie routes uitgestippeld. Een route van 500 meter en wij denken dat dat voor onze jeugdige lopers is. We hebben een route van 2,5 kilometer en een route van 5 kilometer. En wij hopen dat we een heleboel deelnemers hebben die met ons de rondjes lopen. En die per rondje gesponsord worden door hun buren, vrienden, familie. Wie je ook maar kunt verzinnen om geld in te zamelen. Alles voor het goede doel. Alles voor het goede doel, absoluut. Maar de loop, hoe laat begint dat? Vanaf 2 uur. Wij zouden heel graag met elkaar willen starten om 2 uur. En dan is de mogelijkheid om te lopen tussen 2 en half 4. En mensen mogen zelf weten hoe lang ze lopen. Maar wij denken dat een uur, als je een uur gelopen hebt, dat het al heel veel is. En als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze dan naartoe? Naar welke website? Ja, www.vriendenvanhospicedeidensvaart.nl. En als ze zich willen aanmelden, info@vriendenhospicedeidensvaart.nl. Dan komen ze direct bij onze secretaris en dan kunnen ze zich meteen inschrijven. Formulieren kunnen we ook downloaden op de site. De inschrijfformulieren zijn er. Flyers kunnen downloaden. Kijk op onze site www.vriendenvanhospicedeidensvaart.nl. Maaike, duidelijk verhaal en heel veel succes. We zijn erbij. Dankjewel. Wij rekenen op je. Tot de 26e.